Nou ja. Goed, er is ongelooflijk veel gebeurd dit weekend. Ja. Overigens daarover gesproken, want daar zei jij afgelopen vrijdag nog over. Want ik keek echt uit naar dit weekend. Daar was jij iets kritischer over. Dat weet ik niet. Ik kijk er wel weer naar uit dat de Eredivisie weer begonnen is dit weekend. Jij ook, Wim, toch? Of niet? Lekkere wedstrijden? Nou, dat zijn geen lekkere wedstrijden volgens mij. Ik vind Cambuur, PSV vind ik een lekkere wedstrijd. Dat is mijn clubpie. Ja. Dat is leuk. Maar je kijkt niet echt naar dit weekend uit, begrijp ik. Het is leuk. Het laatste weekend was leuker, toch? Of niet? Ja. Kijk, je zet er gelijk de toon even. Hè? Je had er zin in, niet dus. Maar het werd een spectaculair weekend. En laten we met het absoluut meest opmerkelijke moment van het weekend gaan beginnen. Het onderkin van Jan Smit. Ik weet niet of het jullie opgevallen is, maar wat een onderkin heeft hij inmiddels. Heb je niet gezien? Heb je het niet gezien? Nee, nou misschien. Nou, die is nu een belangrijke man bij Volendam. Kijk, je zag hem. Ja, dat geloof je toch niet als je dit ziet? Die eet heel veel kibbeling met de rug. Dat was ooit de kleine Jan Smit, dat weten we allemaal nog. Hè? Ja. Prachtige nummers allemaal, kleine Jan Smit. Dat was een klein man. Kijk, hier, dit is de kleine Jan Smit. Maar moet je eens kijken hoe de grote Jan Smit er nu uitziet. Dat is toch niet te geloven, zeg. En hier, kom jij niet eens in de buurt? Nee, Wesley wel. Volgens mij wil die Wesley lijken. Denk je?